Willen jullie ook meedoen? Dat kan. Koop ARK en veel andere games super goedkoop via de link in de beschrijving. Hey kijkers van Whatever Gamers, welkom bij een nieuwe video. Ik ben dit keer weer met Thijs. En we hebben een T-Rex getraind vorige keer. Twee. Wel buiten de opname. Ja, twee inderdaad. Eentje staat er op Dode Eiland al. En wat hadden we nou vorige keer nog getamed? Ik zou het niet meer weten eigenlijk. Nee, zou ik ook niet weten. Weet je wat het kwetsel is doodgaan? Carlo? Oh ja, sorry. De kwetsel is dood. Dat was mijn schuld. Maar dat was echt stom, want hij stond niet op passive, maar hij werd aangevallen door twee Argentavissen. Maar ik denk, nou, die kwetsel heeft super veel HP, dus hij redde het ook super lang. Ondanks dat één kwetsel, of één Argentavis, echt level 100 was of zo. Alleen de reden waarom die uiteindelijk doodging is omdat die Argentavissen die draaien heel snel en die kwetsel juist niet. Dus die kon geen één hit uitdelen uiteindelijk. Dus dat is echt waardeloos. Maar ja. Hey, zo'n rood ei, is dat van het dier toevallig? Ik heb geen idee, volgens mij maakt de kleur geen zak uit. Ik kan het mis hebben hoor. Oh. Oh ja, ik zie hier een ei rood met blauw. Er zit nog 229 metal in mijn vogel, dus daar vlieg ik mee naar Dode Eiland. Boeie. Oh lol. Ik ben even wat aan het kleuren voor die directe themen. Ja, is goed joh. Ik vlieg er nu aan. We gaan extra T-Rex themen, dan hebben we er drie als het goed is. Want binnenkort, wat is het, over een maandje ongeveer mogen we gaan raiden. Waarschijnlijk. Dat is nog niet zeker, maar... Weet je ook al van de base? De base? Welke base? Ja, de... Oh, ja. Ja, die heb ik al laten zien. Okay. Ja, we kunnen wel een update gaan geven. Ik heb al een paar metal foundations geplaatst. En is die ene T-Rex links van die andere dan, of niet? Hier, hij loopt... Als je Dode Eiland opvliegt, maar vanaf de kant moet je gewoon rechtdoorvliegen, zien we aan de linkerkant van het eiland. Oh ja, precies zo. Ja. Beetje zwart met rood of zo lijkt het wel. Ja. Welk level is die? 116. Moet ik hem lokken? Oh, laat maar, te laat. Ja, kijk wel even. Het blijven echt fucking vette beesten, jongen, ondanks dat je eigenlijk al zo lang zou spelen. Ja, klopt. Goed, volgt hij me nu. Ik ga even alle beesten omheen een beetje dood maken. Ja, is goed. Nu zie ik eigenlijk niks, dus. Ja, hij vliegt gewoon een hartje, geloof ik. T-Rex nemen geen headshot damage, toch? Oh fuck. Volgens mij niet, nee. Hopla. Oh ja, jongens, als jullie ook willen joinen, dan kan dat gewoon. Dan moet je gewoon even de Discord groep joinen via de link in de beschrijving. En dan kunnen we je via daar toevoegen aan de server. Wat voor? Ik heb nu al twee hits. Of, oh ja, wat vervelend. Ik heb nu al twee hits gedaan tot. Oh. En we hebben 3 januari weer een 24 uur livestream, jongens. Dan kunnen jullie ook komen kijken, mochten jullie dat leuk vinden. Dus, gaat het een beetje lukken ermee, of niet? Ja, het lukt wel op zich. Ik heb alleen niet genoeg tank darts, maar dan ga ik gewoon naar mijn pijlen toe. Oh, maar hij is level 116. Ja. Daarom welkom ik het even. Hij is wel lekker hoog dan. Ja, klopt. Dat is volgens mij max toch 116 voor deze server. Het zou heel goed kunnen, want ik heb nog niks hogers gezien. Nee, Bart, nee. Uit passive. Volgens mij is officieel 120 het max. Ja, maar op deze server heb ik volgens mij nog geen 120 al zien. Nee, klopt. Alleen volgens mij staat de difficulty dus net onder het maximum, waardoor die zeg maar niet tot aan die 120 komt, of weet ik het wat. Sorry, ik had die directie van 2 keer hit of zo. Met mijn RG. Dat valt toch nog wel mee, bedoel. Ja, hij doet alleen wel 500 damage of zo. Ja, oké. Dat is wel. Dat is inderdaad wel weer zo. Hier zit ook nog 2 T-Rexen. Zijn T-Rexen nou wel echt handig om mee te gaan raiden uiteindelijk? Dat vraag ik me af. Ja, sowieso wel. Die zijn echt veel. Die zijn echt super sterk. Ja, maar Gigantosaurus en zo heb je toch veel meer aan uiteindelijk. Ja, maar Tim, jij maar even snel een Gigantosaurus dan. Ja, is goed. Vooral als die best hoge levels is, die T-Rex, kan die echt super handig zijn. Hier is een T-Rex level 48. Killen dan maar. Tja. Oké. Okay. Heb je niet zoveel aan. Ja, doe maar alleen de levels boven de 100 dan, zeg maar, uiteindelijk. Ja, is goed. Volgens mij zag ik er hier nog een enorme. En Spino's zijn ook wel handig trouwens, T-Rex en Spino's. De Spino's hebben veel meer stamina toch? Weet ik niet. Volgens mij wel. Maar die kunnen ook zwemmen en zo, dat is ook wel handig. Ja, klopt inderdaad. Maar volgens mij. Oh nee, T-Rex.
Wat de fuck doet T-Rex? Zie je niet bijna dood? Nee. Of lijkt dat vanaf hier maar zo? Nee, het lijkt zo, want ik schiet ook met alleen maar treins, hè? Tank darts. Ja, oké. Okay. Kut, rennen. En dan nu voorbij vliegen en hem killen, hè? Ja. Oh, dat is wel humor. Dat vind ik nou echt lachen, jongens. Dat soort dingen, weet je wel. Zo'n lul ben ja, ik wel. Ja, erg leuk. Hey, welke level waren die anderen direct? Ik had er maar één gezien van level 48. Want in principe is het wel slim om fucking veel T-Rex te nemen. Zeker weten. Alleen ja, al voor gewoon. Defense zeker. Attack ook. Ja oké, okay, maar voor onze grote base waar we allemaal dino's omheen willen gaan zetten. Ja, dat is ook sterk, hè. Ik heb jou ook al verteld dat het plan was, hè, met structures en zo, hoe we dat neer gaan zetten. Volgens mij wel, ja. Oké, okay, chill. Hey, de dino rent weg, ze moet even alles hier zo kleren waar die nu loopt. Ja, ik kom er zo aan, wacht even. Oh, hij komt weer. Ik heb echt super veel stuff, jongen. Oh. Laat me nou eens even rustig stamina regen, joh. Stomme schorpioen. Payback hem. Oh, oh shit, dat mag weg. Jij mag weg, jij mag weg, jij mag weg, jij mag weg. En dat kunnen we nog wel bewaren op zich. Lukt het al of niet? Ja. Er komt een carnaval aan. Kan je even komen? Ja, ik zie hem. Ik vlieg er overheen dan hoor. Ik kom precies vanaf de andere kant namelijk. Zo'n beest neemt echt veel treins, jongen. Hij moet iets van 55 treins, geloof ik. Dat is echt niet normaal. En ook nog met seconden ertussen en zo. Bedoel je dat met darts of pijlen? Darts. Tering. Maar hij is ook super sterk, dus dat is wel logisch. Met darts doe nog voor een redelijk groot deel instant, hè? Instant top, hoor. Echt? Ja. Veel meer dan pijlen. Ik moet eigenlijk niet wachten. Nou, wel iets, geloof ik, maar dat weet ik niet zeker. Ik weet dat je bij die stenen, weet je wel, van die slingshots, dan krijg je instant torp hoor. Bijna alleen maar instant torp hoor. Oh god. Maar ik heb nog 80 pijlen ofzo, dus kom wel goed. Ja, geloof ik ook wel hoor. Ik denk niet dat hij zo snel doodgaat, dus... Nee, die kans lijkt me ook klein. Je krijgt best wel veel van dit eiland als je hier gewoon even zit en gewoon even lekker wat farmt. Klopt inderdaad. Het is nog leuk ook, vergeleken met metal hakken en zo, weet je wel. Ja, inderdaad. Maar ja. Levels en de goede dieren hebben we ook nodig, want als we gaan raiden, hebben we gewoon, kunnen best veel loot uitkrijgen. Ja, klopt. Alleen ik denk uiteindelijk wel dat je echt dat we echt uiteindelijk veel meer tijd moeten steken in het resources verzamelen. Klopt, want defense is ook super belangrijk. Ja, klopt. En ook voor attack heb je dingen nodig. Stel, je wil met een kwetsal met turrets erop, dan heb je ook al heel veel metal en gunpowder nodig, hoor. Mm-hmm. En sowieso is een kwetsel met turrets op voor aanvallen ook OP, dus ja. Oh nice, de T-Rex is aan het wegrennen. Nice. Laten we hopen dat het is omdat hij bijna knockie is, niet omdat hij bijna dood is. Nee, maar ik zie nog amper bloed. Oh ja. Het is ook wel lachen, want ik kan ook gewoon achter hem aan sprinten zonder dat hij me gaat attacken. Of hij komt weer terug nu volgens mij. Nee, ik zie nog geen één bloeddingetje, dus... Oh. Moeten we niet ook nog een paar schorpioenen hebben uiteindelijk? Ja, het kan handig zijn als we solo kwetselteen willen ofzo, maar in principe zijn ze niet heel handig. Ook niet voor, vlak bij de base, zeg maar, dat als ze gereed worden dat de mensen meteen nokkie worden gestoken? Ja, maar in principe gaan ze... Ja, plus? Ja, maar dan moeten ze zonder dino's lopen. Ja, klopt. Want ze zijn in principe zonder obstakels en zonder te veel gewicht bij, zijn ze best wel snel nog ook. De schorpioenen, zeg maar. Klopt. Ik ga even kijken wat ik bij die drop kan krijgen. Volgens mij is het een blauwe, dus het is echt niks, maar goed.
Volgens mij loopt die klootzak het water in. Oh nee. Gaat die wegzwemmen? Ja, man. T-Rex zijn toch echt heel slecht met zwemmen, of niet? Ja, echt. Die zijn echt super zwak in zwemmen. Dat is wel jammer. Daarvoor heb je dus echt wel spino's nodig dan. Ja, klopt. Maar je kan gewoon op een bootje zetten. Ja, oké. Oké. Nou ben ik daar niet het meeste fan van. Ik heb hier een primitief stegozadel. Laat ik lekker liggen, hoor. Want ik bedoel... Waarvoor hebben we dat nou nog nodig? Ja, stego's. Wie rijdt er weer op stego's? Ja. Zelfs voor besjes is het onhandig. Klopt. Voor besjes hebben... Ja, precies. En hoeveel besjes hebben we nou nog nodig? Ik bedoel, hè, we zijn 5 minuten aan het farmen en we hebben een bijna een halve chest vol met narcotics, dus ja. Ja, klopt. Oh god. Heb je hem al bijna of niet? Ja, ik heb nog 5 darts, dus hij moet zo meteen wel nog, denk ik. Oh ja, nice. Dat is 50, dus. Maar in principe als hij de 55 gebruikt, ik heb er iets van... Stel nou, ik zou er 10 gemist hebben of zo. Godver, hij rent weer weg. Waar sta jij dan? Ja, hier. Ik moet even wat reloaden. Waar is hier? Ja, bij die rots. Zie je. Oh, je zegt helemaal hier, jongen. Ja, klopt. Hij was in één keer weg. Hij valt me ook gewoon niet aan. Nee, hij is aan het wegrennen. Oh, dat was ik. Sorry, ik vlieg wel even van de kant. Oh god. Oh god. Oh ja, attack me niet. Hij valt mij nu aan. Nou, volgens mij schoot je in mij. Oh, ik heb geen tanks meer, moet ik pijlen. Moet ik hem hierheen lokken? Dat gaat waarschijnlijk niet. Nee, ik kom waarschijnlijk niet echt aan. Ik ga naar hem toe, maakt niet zo uit. Ik heb een dingen met een crossbow die is van 175 damage of zo. Ik kan ook schieten hoor, nu. Nee, we moeten sowieso wel wachten. Iedere keer, want dat gaat nu wel op E af, geloof ik. Ik denk dat je wel te lang wacht hoor, elke keer. 5 seconden moet je wachten. Nee hoor, ik denk het niet. Jawel. Ja joh. Ja. Oh, hij gaat op mijn T-Rex af, kut. Oh, die staat op neutral trouwens, kut. Nee, hij komt al terug. Nou, schiet hem in zijn kop. Dan ga ik hem met een slaande knuppel hoor. Ja man. Of ik wandel erachteraan met mijn Argentavis. Die dingen wandelen zo raar, jongen. Hé, hey, kan je misschien even kijken bij mijn RG, want die staat op passen. Ja. Waar had je leeuwke weer neergezet? Oh, daar. Oh, niks meer aan de hand. Oké. Okay. Niemand te bekennen hier. Als ik al zelfs gewoon lopend en dat... Oh, hij rent weer weg. Maar lopend is dat ding wel bij te houden, hoor. Ik bedoel, hij rent 9 van de 10 keer weg. Maar je moet juist ja, als hij wegrent, moet je blijven schieten. Als hij achter me aanloopt, dan kan ik alsnog gewoon lopend hem temen. Omdat hij zo sloom is. Oh ja, nice. Oké. Okay. Moet ik even kijken hoe laat het is? 1990. Nou, dan gaan wij weer een perfect tame doen, neem ik aan. Ja. Thijs is de perfect tame expert. Nee, man. Niet dat het zo extreem moeilijk is of zo, maar... 8 minuten, dus 2 voor half kunnen we met elkaar voeten. Ja, is goed. Nou ja, wij gaan weer, jongens. Dan tot de volgende keer. Yo. Yo.